Dit wordt het huis van Nijntje. Dus met de woonkamer, vandaar de banken, de slaapkamer, vandaar het bed. Het museum aan de Agnietenstraat wordt verbouwd omdat het de laatste jaren uit zijn voegen groeide. Het gebouw krijgt een uitbouw en daarom verhuist Nijntje nu tijdelijk naar de Oude Gracht. Ja, het is niet eenvoudig om zomaar een museum te verhuizen. Dus daar zijn we al lang mee bezig om dat voor te bereiden. Aan het bekijken wat nemen we mee en wat niet. Wat moet opgeknapt worden, waar zit nog werk aan. Dus ja, dat is een hoop werk eigenlijk zoals je verhuizing thuis. Maar dan nog een stukje groter in een korter tijdsbestek. En wie Nijntje in de tussentijd mist, kan naar haar oude plekje. Daar speelt elke avond een video die op het museumgebouw wordt geprojecteerd. Wat ook kan, is een bezoek brengen aan het nieuwe museum. Daar blijft de voorstelling hetzelfde. En de route is een klein beetje anders. Dus de volgorde van ruimtes achter elkaar is een klein beetje anders. Maar het zijn wel dezelfde ruimtes. Volgend jaar zomer moet het werk aan het Nijntje Museum klaar zijn.